Ongelooflijk, Tam. Ik zag net ook de Darwin-vink. Zag ik hier. Waar de hele theorie van Darwin op gebaseerd is. Laat ik eerst even zeggen waar we zijn. We zijn op Isla Santa Cruz. Kijk er naar voren. Het hoofdeiland van de Galapagos-eilanden. En ik denk dat we de kijker moeten besparen door wat voor een hel we de afgelopen 2 dagen zijn gegaan. Om hier te komen. Om hier te komen. Waar we mogen draaien. En wat ongelooflijk veel geld voor ons heeft gekost. Tenminste, onze omroepvereniging. We zijn er dan nu. Het is zo 4 uur in de middag. We worden afgehaald door een bus, want je mag hier nergens gewoon lopen of struinen. Je krijgt een politieagent mee. Een naturalist noemt hij zich, maar hij zegt dat hij ook politieagent is. En dan moet je maar wachten op bootjes en je moet wachten op auto's, want je kan dus nergens rijden en lopen. Alles is beschermd. Enerzijds is dat heel goed. Maar voor een ploeg zoals wij, die nogal vrijelijk met mensen en de natuur omgaan, is het een regelrechte gruwel. Nou, wat hopen we hier te zien? Ja, uiteraard de leguanen, de schildpadden, de vogels. Het is echt een uniek gebied. Maar dat uniek heb ik tot nu toe niet van afgezien. En eerlijk gezegd verlang nou vooral naar bijna 2 dagen en nachten niet geslapen hebben. Dat geldt voor ons allemaal. En jullie vooral hebben ontzettend hard gewerkt. De mensen achter de camera dan. Dat we nou eens een bedje krijgen. En ik hoop dat we straks in onze cabin, in ons hutje, een goede nachtrust zullen hebben. En ja, hoe die heet? Dat was een slijm me dood. Ik weet het niet. Bus kapot dan? Nee, we dachten dat onze bus niet zou komen. Toen zijn we met een lijnbus meegegaan. Met Galapagosanen. Of Galapanen, ik weet niet hoe ze heet. Maar we hebben onze eigen bus, die kwam toch aan. En er komt nu ook een auto aan. Dus nou wordt het een helemaal probleem, want iedereen moet hier achteruit rijden op deze weg. En daarom staan we zo raar. Maar nu komt er nog een auto, kijk daar. Oké. So here we are on the... Okay. This is our main building. This is the administration building. And here we have our director, the accounting department, subdirectors, management. And this is just a lot of paperwork being done in this building. And I see other buildings here.
On our left-hand side, we see the workshops. We have a carpentry, also our electricians, a storage room, one cold room for videotapes and tech equipment such as videos and cameras and that kind of equipment. As we walk down to our right-hand side, we have our library. Yeah. We have a library that is in need of a little more space. We have a conference hall. So we see there? Yes, he's the large one. The large one. And there I see another one with that yellow, the yellow head. Mm-hmm. That's a female. That's a female from Wolf Volcano. I'd like to tell you a little bit about the story of Lonesome George and why these females are set in here. The island of Pinta is on the northern part of where the conglomerate of the islands of the archipelago are, not counting Winman and Culpeper. Now, the overexploitation on Pinta in the 18th, 19th century was very heavily done due to the fact that it was a much easy access there to take away these tortoises. Well, in 1971, a hunting expedition from the National Park Service went out to hunt down goats, and there were no records that there were existent tortoises on the island of Pinta. We actually believe that they were extinct. Yeah. In 1971, the park wardens came back with, there he is, Lonesome George. He was found. Lonesome George. Lonesome George is his name. He was found. He is the last survivor of his race. There are no more Pinta tortoises in the entire world. There was and still is a reward for $10,000 to anyone that can find a female of his race, but we have never found one. No one's ever. So it's only a male? It's the only one. So this is the last one. This is the end, yes. Why are these here now? Okay, these are six males that were found previous to the Galapagos National Park Service and the Darwin Station being here in Santa Cruz. People kept giant tortoises as pets, just like you'd keep a cat or a dog or any other animal. They're totally harmless, so why not have one in your house? This was the idea at that time. When the Darwin Station came in, we started with a protection program and rearing and breeding in captivity for giant tortoises. They were basically confiscated, taken away from these people in order to not have them as pets anymore, but take care of them. Yeah. So these were found in people's houses, in their yards, and they were all brought here. Yeah. Okay. Echt gigantisch is die. Zeker als die gaat staan. Hij is ongeveer van mijn lengte. Hij is twee keer zo oud als jij. Hij is meer dan 100, hè? Ja? Ja. On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide that's fine, because you're mine. I walk the line. Dit zijn zeeleguanen. We zijn nu op South Plaza Island en dit is het enige eiland van de Galapagos waar deze dieren voorkomen, samen op één eiland. Dus land en zee, leguanen. Ze zijn uniek, deze grootte, überhaupt tot de Galapagos archipel. En hier komen de twee soorten samen. En nog erger is dat de combinatie, dat dit zijn zeehondjes, hè? Dat hier zeehondjes, en die zitten dan vlak bij die jonkies, die komen nu uit zee. En er zitten daar, die hebben we net gezien, die grootte gewoon, die land, zitten er ook bij en ertussendoor lopen nog allemaal kleine salamannetjes. Ik sta misschien een beetje raar te doen. Ja, lijkt wel Napoleon. Nee, ja, dat is helemaal, het is echt niet leuk. Ik ben tegen een cactus opgelopen. Die grote daar doet pijn.
Kijk, daar hebben we de klein salamandertje, Thomas. Zie je die daar? Met een gestippelde ventje daar. Ah. Dan zie je hoe groot de lege waan is. Als je denkt, nou, het is een grote salamander. En dan kom je toch van een koude kermis thuis. En dit is dan een kleintje. Ja. Veel groter gezien dan. En hij is gekleed in een handtasje, hè? Ja. Zie je dat? En zijn staart is al verveld. Het is nieuwer, hè? Zie je? Die is zwarte. Oh, hij niest. Hoorde je dat aan? Hij is verkouden. Waarom wilde ik nou naar de Galapagos-eilanden? Ik denk dat dat kwam toen ik zo'n 16, 17 was. Toen las ik voor het eerst in de vertaling het dagboek van de Beagle van Darwin. Darwin is hier zo tussen 1830 en 1836 geweest, als jonge jongen. En hij raakt hier nogal verbaasd. Nou, dat raak ik ook, want je ziet hier dieren en planten die je nergens anders ziet. Maar Darwin dacht verder. Darwin die zag namelijk op het ene eiland het verschil tussen de dieren en op het andere eiland. Dat wil zeggen, hij zag wel dezelfde soort, maar op het ene eiland hadden ze een andere kleur dan op het andere eiland. Hij bleef erover denken en publiceerde vele jaren later zijn, wat nu heet, evolutietheorie. Met andere woorden, voor het beeld van de wereld zijn de Galapagos-eilanden onwaarschijnlijk belangrijk geweest. Want Darwins theorie is nog nooit door niemand en door niets achterhaald. Dat wil zeggen, Darwin heeft de loop van de geschiedenis van de afgelopen 160 jaar zeer bepaald. Het kwam alleen door het ene bezoek, nog geen eens zo lang is geweest, aan deze eilanden en aan dit eiland. Hij heeft een platte kop, hè, bovenop. Ja. Oh, hij is gedeeltelijk aan het vervullen. Ik had hier zien. Bij zijn schoudervullingen zijn eruit gevallen. Oh. Een beetje mottig hier, kijk maar. En daaronder zit dan een mooi geel nieuw huidje. We zijn op het ene na zuidelijkste eiland van de Galapagos archipel aangekomen, Floriana. Na een tocht van 4 uur, die niet meeviel moet ik zeggen. Dat heb ik liever nagelaten. Maar we zijn hier omdat dit het meest mythische en magische eiland van de Galapagos-eilanden is. Daar hopen we wat meer over te achterhalen. We landen hier eventjes maar en daarna gaan we nog een stukje verder naar een haventje. We zijn er in Post Office Bay. En Post Office B heet zo omdat je hier post kon achterlaten. Nou ja, dit is het. Zo, eens in de 20 jaar verschijnt er een foto in een boek van deze setting. En het wordt steeds groter. Mensen zitten er steeds meer bij. Is het allemaal ook? Ja. Nou, dit zijn schepen die laten hun naam achter. Maar normaliter was het zo dat in de walvisvaarderstijd, voordat het bezet was door Ecuador, of dat het door Ecuador geclaimd was, kwamen hier walvisvaarders en die gingen dan weer naar het zuiden en die legden hier een brief. Als dan een boot uit het noorden kwam, die naar het noorden ging ook,
Dan nam hij die brief voor je mee en die betaalde dan de porto. Dat is een oude soort gewoonte van walvisvaarders. Nu is dat niet nodig meer en nu is het een toeristische attractie. Nu is het zo dat mensen hun post erin stoppen en ze hopen dat een andere jacht het meeneemt. Want hier komt dus wel af en toe een jacht aan. Maar misschien kunnen we hierin zien of het... Kijk, hier ligt ook post. Hier liggen visitekaartjes van mensen. Huh? Hebben wij een visitekaartje, Plien? Bij ons? Nee. We kunnen niet ons visitekaartje vinden. Even kijken of hier de post. Nou, nee, hier ligt alleen... Ja, hier ligt post in de zak. Een hele zak met post. Ja? Ja. Kijk maar. Allemaal brieven. Ah. Ja, en dan hoopt iemand die mee te nemen. En dan doe je het bijvoorbeeld in Quito. Of aan de kust doe je het op de post. En wij zouden er ook een brief in kunnen doen en dan gebeurt het ook, wordt het ook. Dat is een oude zeemansgewoonte dus. Moeten wij nou meenemen ook? Nee, want wij zijn niet... je moet echt roamen, weet je wel, rond met je zwerven. En als je gewoon hier komt met een toeristenboot, dat willen mensen niet. Uh-huh. Ik zei net dat hier dit met de walvisvaarders is begonnen. En er zaten ook een heleboel Nederlandse walvisvaarders bij overigens. Uh-huh. En er is hier nog niet zo lang geleden in 90 ook een Nederlander geweest. De Oud, ja. From Holland. Hey. Zie je het? Zie je dat? Ja, mooi. Wij moeten eigenlijk ook een plankje neerleggen. Wat wij er zijn geweest. Of een visitekaartje. Maar we hebben dus geen visitekaartjes bij ons. En dan moet ik even nog wat anders uitleggen. Deze Post Office B heeft niet alleen een belang in die walvisvaartgeschiedenis van het eiland. Maar ook een zeer groot belang in een raadsel wat in het begin van de jaren 30 ontstond. En ja, en daarvoor zijn we eigenlijk hier. Ik kan dat raadsel nu hier wel uitleggen, maar dat heeft weinig zin. Maar als je een boek hebt gelezen van Margreet Wiedmer, het beroemdste boek over het eiland, Floriana, heet het in het Engels, in het Duits heet het Postlagernd Floriana. In dat boek, daar wordt de geschiedenis vanaf het begin af aan beschreven, maar er zijn veel meer boeken over geschreven. De mensen die dat boek kennen, of het boek wat over die affaire geschreven over nog zullen hebben, die kennen allemaal dit plaatje. Alleen ze kennen dan meestal alleen die ton en dit stukje, die andere ton, en dit... wordt dus steeds groter. Maar je kunt het ook zien, 92, 89, hè, dat is allemaal betrekkelijk recent hier. 1990, 1990. Dit komt overigens op meer eilanden voor. In de Stille Zuidzee heb je dit vaak. Maar dit is nu een beetje... Ja, hoe zou ik het zeggen? Een beetje lullig geworden. Het is niet die souvenirs erbij. Maar het blijft een plek voor de Floriana-fans van groot belang. Kijken of ik nog een Hollander zie. Hebben jullie ons onze bagage naar gebracht? Ja, ik ben uit het hotel toe. Oh, hotel. Is dat roze hok daar, ja. Volgens mij, hè? Ja, ze lopen er ook. Zie je, dan lopen je met spullen. Ja. Nou, dan moeten we dus zijn. Kijken hoe we ontvangen worden. Dit is alles verder? Ja, dit is het enige dorpje. Ik weet van niks. Het enige tientallen inwoners. En, ja, die familie is het begonnen. Ja. Familie Wiedmer is het hier begonnen. Nou, eigenlijk nog iemand eerder, maar dat vertel ik allemaal nog wel. Het gekste wat ik op de Galapagos nu mee heb gemaakt de afgelopen dagen is het klimaat. We zitten dus midden in de tropen, ja. Op de Evenaar en we hebben s'avonds truitjes aan, omdat het koud is. Hartstikke koud. Het kan ontzettende temperatuur, want de zon is vreselijk heet. Je voelt in je nek. Ja. Ik zie er ook uit als een biet in mijn nek. En dan opeens, nu is het bijvoorbeeld echt nou, een beetje tochtig, toch? Ja. Hè? En dan gaan we naar hier naar ons 6-sterrenhotel. Ja, stelt je er wel veel van voor? Ik verwacht een tv'tje, een ijskastje, een kamerjasje. In de ijskast? In de ijskast, zo'n stapel handdoek. Nee jongens, dit is het. Dat is toch een belangrijk moment? Wat? Wij zijn nu op het minst bewoonde eiland waar we ooit geweest zijn. Afgezien van onbewoonde. Of van onbewoonde, want dit heeft 60 mensen. Ja. Daarvan zien we daar 3 interessante exemplaren.
heb ze in Quito gekauft. Habe ich in Quito gekauft. Ja, ja, denn ich habe nur noch ein paar. Ein paar, ja. Aber ist alles in diesem Buch? Dieser Nelson. Vielleicht können Sie dein Gerät ein bisschen... Ja, wenn ich es selbst niederschreibe, kann ich es nicht hören. Ein bisschen. Können Sie verstehen jetzt oder nicht? Nein? Ja, so ist es jetzt, so ist es besser. Ja, ich drücke drauf. Ja. Parlewijn. Kun je me nou eens uitleggen wat er allemaal aan de hand is geweest hier? Ja. Ik zou het je hebben kunnen uitleggen als we hier niet geweest waren, maar na het gesprek met een van de betrokkenen uit de affaire hier op Floriana begrijp ik nog steeds minder van. Laat ik het van het begin af aan uitleggen. In de jaren 20 verschenen er twee boeken die de Galapagos-eilanden, die toen volstrekt onbekend waren, opeens magisch en mythisch maakten. En dat was een boek van Schnabel, Die Insel Felsenburg. En het ging over een ideaal eiland, wat een beetje op de Galapagos-eilanden leek, waar allerlei moordpartijen gebeurden. En het was het boek van de beroemde zooloog Bibi, Die Galapagos Islands, wat ook in het Duits vertaald werd. Nou, die twee boeken die baarden in Duitsland veel opzien en toen ontstond er een stroming van mensen die zeiden wij moeten naar de Galapagos-eilanden en daar kunnen we een ideale samenleving beginnen. En de eerste die dat deed, dat was een dokter, annex tandarts, Rieter. En Rieter was al getrouwd geweest en die was van zijn vrouw weg en die had kennis gekregen aan een meisje, Dore Strauch. En die hebben zich hier op dit eiland gevestigd, midden op het eiland waar wij geweest zijn vanmiddag. Deze Doris Strauch en de Rieter die leiden een buitengewoon vreemd idyllisch leven zonder hulpwerktuigen en zonder moderne dingen. Ze wilden echt terug naar de natuur. Eind jaren 20, begin jaren 30. Later kwam er een ander echtpaar hier. En van dat echtpaar hebben we de vrouw gesproken, mevrouw Wietmer. 60-jarige Galapagos is niet nur zoeken. Nee, dat is niet nur zoeken. Maar waarom zijn ze gekomen, 60 jaar her? Waarom? Dat verstehen ze gar niet, wenn ich ihnen dat sagen würde. Ah, zeg maar. Ja. Zeg maar, bitte. Lesen ze mijn boek? Ja, ik heb dein boek gelezen, maar we zien het niet aan een fernseher. Sprechen ze luid, ik kan ze ja niet verstehen. Maar es ist eine Fernsehsendung. Fernsehen. Ja, ja, ik spreek. Ja. Dat is niet de eerste. Nee, dat weet ik toch. Maar kunnen Sie mir erklären, waarom Sie nach die Galapagos-Insel gekommen sind, 60 Jahre her? Waarom? Waarom? Weil die Galapagos schön sind. Und waarom kommen die Heiden an die Hemden? Weiß ich nicht. Daar zien we de dochter en de kleindochter, denk ik, van de oude beroemde mevrouw. En ze wonen in een dorpje met nu 40 inwoners en ik geloof dat een groot gedeelte daarvan familie of aangetrouwd hoe dan ook is. We kregen dit autootje aangeboden tegen betaling. Dan kunnen we het binnenland in. Want oorspronkelijk heeft de oude mevrouw Wietmer in het binnenland gewoond. Ik zeg oorspronkelijk, want we zijn ook 50 jaar geleden of zoiets hierheen verhuisd. Maar het gaat hier allemaal in heel veel tijd. Met dit busje waar we dus moeten, dit autootje, pick-upje waarvoor we moeten betalen, gaan we het binnenland bekijken waar het allemaal zo ongeveer begonnen is met deze familie. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. We zijn hier in een truck.
door de kleindochter heen gebracht. En we staan met twee, wat zijn dat? Muilezels toch? Muilezels of muildieren, toch? Ja. En daar komt het toch. Nee, jongen. Vandaag stel ik me voor, ik ben Boudewijn. Ja, Amerika. Ja, hey. En dat is mijn groep, is de cameraman. En die, hallo. Die soundman. En wie gaan? Nacht. Die hulle. Die hulle? Ja. We hebben ze gelept, mijn groot, Elton. Ah, die eerste setloem. Ja, 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 ja. Die eerste zietloem. Ja, ja, ja. Ah, dat gaan we. En waarom is het niet erlaubt hier te varen? Niet last kan vangen? Weil is kapot. Is kapot, oké. Okay. En die eerste zietloem is... Ihre Großeltern haben hier gelebt, yeah. In der ersten Siedlung. Aha. 32, yeah. Ja. Und wie lange haben Sie gelebt hier? Hier in die Höhle, 6 Monate. Und dann machte sie sich ein Haus? Ein Haus und... Ja. Und wie ist das Haus, das Originalhaus? Das erste Haus? Da. Ist noch da. Mhm. Aber können wir sehen. Ja, komm mal. Komm mal. Hier die Höhle, ne? Als je hier, ja. Das war doch sehr klein für 2 Leute. Ah, ja. Aber haben Sie ein bisschen mehr nachher gebaut, ne? Ah, ein bisschen mehr vorgebaut, ja. Ein ja. Bisschen mehr hier, ja. Und die Bette ein bisschen breit gemacht, ne? Ja. Und dann haben wir so eine Foto gemalt von meinem Großvater. Ja. Mhm. Und die ersten Jahre, lebte sie hier mit 6, 7 Menschen. Mehr. Sie, die ersten Jahre. Ich habe ja im ersten Jahr, ich kam nur mit dem Ritter gelebt. Mit Ritter und Dorstrauch. Ja, und Dorstrauch. Ja, die ja, die Dorstrauch. Und Ritter Dorstrauch. Und dann nachher, wie wir ein paar Monate hier waren, kam ja. Die Baronesse. Ja, die Baronesse. Mit dem Enerlieb. War sie eine echte Baronesse? Das weiß ich doch nicht. Nein, das weiß niemand. Woher soll ich das wissen? Sie sagt, sie wäre aus Österreich. Ich kenne Kinder von Österreich. Haben Sie ihr geglaubt? Sie hat es gesagt. Sie hat es gesagt. Das zweite Haus von meiner Großmutter. Die Hölle. Ist das erste Haus und ist das zweite Haus. Ja. Aber ich sehe keine Fenster. Ah, andere Seite. Und jetzt lebt niemand. Nein, ist alles so jetzt. Und wie lange haben Ihre Großeltern hier gelebt? Mm. 20 Jahre, 20 denke ich. Oder 30 Jahre, ja. Etwa so. Ja. Hier zijn haar grootouders gekomen. Ze gingen hier zitten, omdat er andere bewoners een eentje verder waren. Er ontstond langzamerhand een contact met die bewoners. Maar nu ik er ben, begrijp ik niks van dat contact. Want het contact was waar we ongeveer geland zijn tot hier. Heel ver weg. Nou, als je dat te voet moet doen, ja. Ben je even lang bezig. Aber wissen Sie nach dem Benehmen, was diese Frau hatte? Ob sich die Baronessen alle in Österreich. Das weiß ich ja auch nicht. Was war Ihr Benehmen? Sie zeigte viel, was man hatte. Ja. Und 32, da war das nicht so schön. Sie zeigte zu viel. Sehen Sie mal, die Menschen in 32 waren ja anders wie heute. Ja. Nicht? Und sie war zu modern. Bitte? Sie war zu modern, die Baronesse. Ja, wer 92 mit ohne Büstenhaut ging. De, in 32? Ja. Oeh, das war sehr neumodisch, denn. Nou, die 3 stellen die toen op het eiland waren, de enige 3 stellen, dus 6 mensen op het eiland, veroorzaakten een immense spanning. En nou moet ik Pauline even aankijken of ik het precies goed zeg. Uiteindelijk is het zo dat Rieter overleed aan een vergiftiging. Waarvan mevrouw Wietmer nu zegt, en dat is nieuw voor mij, want dat heeft ze ook niet met zoveel woorden naar boeg gezegd. Dat Rieter niet overleden is, maar dat Rieter overleden is
aan verkeerd gewekt voedsel door Doris Straug. Doris Straug had het voedsel dus verkeerd gewekt, in potten gedaan, ingewekt. Ja. Maar dan blijft het raadsel dat, ik zeg het toch goed, hè, Paulien, dat die Riet een vegetariër was. Nou zegt mevrouw Wietma, ja, vegetariër kan je niet zijn. Als je vegetariër hier wil zijn, dan ga je dood. Ze had een honger. Honger? Ze kunnen in Galapagos niet vegetarisch leven. Nee. Ja. Uitstens was. Doris Straug is later verdwenen van het eiland op een raadslachtige wijze. Ik heb altijd begrepen dat ze omgekomen is bij een bombardement in Duitsland. Mevrouw Wietma beweert nu dat ze in een gekhuis na de oorlog is omgekomen. Gek. Ze is niet door bomben gestorven. Doris is door keizerskrankheid gestorven. Und Rieter is vergiftet. Tjus. Ja, dat zagen die Bücher. Ja, natuurlijk. Denn sie sagte, sie hätte dasselbe Fleisch gegessen wie ihr. Aber dann hätte sie wenigstens noch mal kotzen müssen. Meneer Wietma is overleden in 1963. Dat beschrijft ze nog in haar boek. En dan heb je nog het rare stel rond de baronesse. De baronesse is op een raadslachtige wijze verdwenen. En mevrouw Wietma zegt nu vanmiddag, ik weet ook niet waar ze heen is gegaan. De Peruviaanse bediende is verdronken, neem men aan. En die is aangespoeld als een geraamte in een eiland hier aan de overkant. Maar ik geloof pas een jaar later gevonden. En de rest van het gezelschap is er één van vermoord, neem men aan, van het gekke gezelschap rond de baron. Wie die moord heeft gepleegd, weet niemand. Er is één goede partij, er is één iemand die niet eigenaardig is tussen al die mensen, en dat is mevrouw Wietmer. Mevrouw Wietmer, ik wilde Ihnen zeer danken voor dit interview, want ik hoop es geht Ihnen zeer goed. Ah, wat maar zin. Vielleicht tut der liebe Gott mich noch was atmen lassen. Das hoffe ich. Man muss immer hoffen. Danke. Sie wissen ja. Stel nu dat de vergiftiging, de moord, de verdrinkingsdood veroorzaakt is door mevrouw Wietmer. Want ze speelt hier wel natuurlijk de good girl en ze is nu oud. En van de geest beroofd. Maar het zou best kunnen dat zij de kwade genius is. Dan zou je kunnen zeggen dat verhaal, oké, dat gebeurt op eilanden. Alleen, zo'n verhaal gebeurt maar. Alleen wil nu het feit dat over deze affaire is echt een boekenkast volgeschreven. Rieter heeft er een boek over geschreven, de oude Rieter, zelfs het Nederlands vertaald. De mevrouw die werd gesproken, mevrouw Wietmer, heeft er een boek over geschreven. Er is later nog een echtpaar, het echtpaar Conway geweest, heeft er ook een moeite, een boek over geschreven. Zo zijn er, er is hier net, verleden jaar, in Ecuador, want dit is Ecuadoriaans grondgebied, ook weer een boek over geschreven. Die heeft weer een andere theorie. Die theorieën blijven elkaar maar opvolgen. En er is er één iemand dus in leven, die hebben wij gesproken, en die zou dus kunnen zeggen. En die beweert af en toe, in interviews in de jaren 60 en 70, beweert ze dat ze het weet en dat ze er ooit nog een boek over zal schrijven. Dus wij erheen. Ik zeg, mevrouw Wietmer, u bent nou bijna oud. U bent heel oud. U bent bijna dood. Vertel het nou eens een keer precies. En dan zit ze van die relativerende opmerking te maken. Ach, hoe zou ik dat weten? Kijk, ik ben oud, ik ben 88. Oh nee hoor, het is gewoon vleesvergiftiging. Oh nee hoor. De enige die het dus had kunnen weten, heb ik geïnterviewd met een moeder wanhoop. Maar de tol van de ouderdom heeft haar aangegrepen. En ik heb er niet echt veel uitgekregen. Als het geheim opgelost zou hebben kunnen worden, dan zou het door mevrouw Wietmer, maar ik vrees dat zij, als het een geheim is, het meeneemt naar haar graf. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide it binds. Because you're mine, I walk the line.